waarden, normen, gezinnetje, ja, en fatsoen, bontebal, ja, met z'n CDA, ja, die lopen dat de hele tijd te promoten, fatsoen ook. Weet je nog hoe ze zijn omgegaan daar bij het CDA met die Omtzigt? Oh, wat een schandaal was dat zeg. Ja, en maar dit soort dingen blijven beweren. En het ergste van alles is, vrienden, ik weet niet of je de laatste peiling hebt gezien van die bontebal met zijn CDA. Die stijgen dus zo. Die zijn al de vierde partij van Nederland. Zitten al op 12 zetels. Hey, ja, dat is dus weer, ja, maakt niet uit. Dat is een lotermaat ijzer, dus of je nou NSC hebt of je krijgt de CDA. Dat schiet dus geen meter op, want het is dezelfde club. Een beetje hypocriet en noemen we het allemaal maar op. Die, weet je wel, veel bidden. Nee. Dat CDA. En dan zegt zo'n bontebal, hè. Dat is... Ah, oh, vrienden. Heb je die gezien op tv? Die zegt dan bijvoorbeeld over het asielbeleid. Zegt hij dan dat die Faber... hij twijfelt aan Faber of ze wel echt het asielbeleid wil oplossen. Dat zegt zo'n bontebal dan. Ah, bontebal, ja. Want hij denkt, nee, zij wil het asielprobleem laten bestaan, want dat levert meer zetels op. Nou ja, hey. En dat zegt hij, de CDA. De CDA heeft 20 jaar lang, ongeveer, hebben ze in de leiding van Nederland gezeten, in alle kabinetten bijna. Ja, en die hebben ook nog eens een keer altijd de leiding gehad ongeveer. Met Lubbers, met Balkenende, noem het dan maar op. In Rutte zaten ze ook. En helemaal niks gedaan. Op de handjes gaan zitten. Hup! Of zo, met de armpjes over elkaar. Die. En wegkijken. Ja, bij het asielbeleid. Helemaal niks aan gedaan. En dan die praatjes hebben over die Faber, die in ieder geval iets probeert. Nee. En iedereen is nu ineens, net als toen met Omtzigt, zo enthousiast. Over bontebal. Oh nee, bontebal. Oh, ja, die zegt welzinnige dingen. Bontebal. Ja. Ja, die komt goed uit zijn woorden ook, bontebal. Ja, en is redelijk ook. Ja, bontebal. Nee, vrienden. Trap er niet in. Niks bontebal.